Ach, dan staat in het park staat ook zo'n Dixie. En ook als het even een beetje warm is en er zitten veel mensen in het park, dan veroorzaakt dat is een soort stinkbom. Tjonge, jonge, jonge. Ja, je zou specifieke plaatsen kunnen bombarderen met Dixies. Hè? Met die afschuwelijke urinestank die dan. Die daar, want hij loopt ook wel eens over in het park. Dat is verschrikkelijk. Maar die beelden van het landgraaf, dan denk ik altijd, wat is het toch zalig dat ik een bejaarde ben. Dat dit helemaal buiten mijn wensenpakket valt. Dat ik naar geen enkel festival toe wil. Echt nog niet het kleinste festivalletje wil ik heen. Het is allemaal even verschrikkelijk. Ik gun het de mensen graag, laat ik dat er even bij zeggen. Maar god, dan ben ik blij dat ik er niet heen hoef. Met Verlossum, kunt u mij horen? Hey, had jij nog een boekje gelezen? Ja, ik had nog een boekje gelezen. Heb ik al lang, lang geleden gelezen. Maar ik dacht, het is wel leuk om toch een keer daar iets over te zeggen. En dat betreft eigenlijk The Battle of Britain. Het boekje heet The Battle. En is van die Overy waar we het al vaak over gehad hebben. Het is een betrekkelijk onaanzienlijk boekje. Van een bladzijde 160, 170 minus het notenapparaat. Er zit een vrij omvangrijk notenapparaat bij. En het gaat over de Battle of Britain. Laten we zeggen, in principe is dat de periode na de nederlaag van Frankrijk in 1940. Dus zeg maar na mei 40 tot en met de late herfst van hetzelfde jaar. Laat ik graag uitleggen waarom dat de Battle of Britain heet. Wat overigens toen nog helemaal niet de Battle of Britain heette. En het heroïsche karakter wat het gekregen heeft, had het aanvankelijk ook niet zo. Maar heeft het ook later gekregen. In de terugblik naar de Tweede Wereldoorlog is toch duidelijk geworden. Dit was een Engels autootje. Wat eigenlijk een zogenaamd Engels autootje, namelijk een nieuwe Mini. En we weten allemaal dat zijn geen. Dat was oorspronkelijk een van de meest succesvolle auto's die de Britse auto-industrie na de Tweede Wereldoorlog heeft geproduceerd. Dat bedrijf wat dat deed is uiteindelijk uit elkaar gevallen, failliet gegaan. Nou, de bekende Engelse ruïne is daarvan gemaakt. Die mini-naam en het idee is overgekocht door BMW. En nee, die heeft er een miljoenen succes van gemaakt. Waar je aan ziet, kijk eens even. Je kunt er iets van maken en dat is de Duitse auto-industrie. Wat natuurlijk tegen de achtergrond van het verhaal wat ik nu ga vertellen is dat eigenlijk wel een wonderlijk verhaal natuurlijk. Dat de uiteindelijke overwinnaar van de Tweede Wereldoorlog, de Engelsen, niet waar, zo volledig klop hebben gekregen van de Duitsers als het gaat om de export van complexe mechanische artikelen die van een zekere kwaliteit zijn. Ja, diep tragisch dat. De Engelse motorindustrie is verdwenen, de Engelse auto-industrie is verdwenen. Het is echt betrekkelijk ongelooflijk, al met al. Nu, we zijn in 40. Tot ieder stomme verwondering en ontzetting in het Westen. Ik spreek maar even in het Westen. Niet waar, zijn de Duitsers erin geslaagd om de Fransen binnen enkele weken vernietigend te verslaan. En in feite als oorlogvoerende natie uit te schakelen. Iets wat niemand had verwacht. De Duitsers trouwens zelf ook niet. Maar het was natuurlijk voor Engeland ook een drama dat Frankrijk eigenlijk wel beschouwd de nederlaag was. In 3 weken geregeld. Maar zo moest nog afgehandeld worden. En dan moest er van alles en nog wat moest er gebeuren. Maar in principe was de nederlaag na 3 weken bezegeld. Namelijk op het moment dat het Duitse leger. Dat de Weermacht aan de Kanaalkust stond. Daar komt het eigenlijk op neer. Dus nu was de vraag natuurlijk voor de Engelsen, wat nu? De Engelsen hadden met de grootste moeite hadden ze hun British Expeditionary Force in Duinkerken van het strand gehaald. Plus nog een restante van het Franse leger. Dat was godzijdank gelukt, want anders hadden de Engelsen feitelijk helemaal geen leger meer gehad. Dus nu was het zaak, hoe nu verder? Dat gold natuurlijk ook voor Adolf Hitler. Hoe nu verder? Want er was iets gebeurd wat hij niet verwacht had. Namelijk dat Frankrijk eigenlijk in een paar weken in elkaar gestort was. En dezelfde vraag kon je natuurlijk stellen aan de Engelse kant. Hoe nu verder? Want dit was natuurlijk zo'n magisch moment waarop iedereen eigenlijk wist dat als Engeland geen eiland was geweest.
dat het in no time door de Weermacht onder de voet zou zijn gelopen, want de Weermacht was zeker op dat moment niet in veruit superieur aan het Engelse leger. Ja, dat hebben we daar vaak over gehad, dat ik geleidelijk aan die tegenstanders van de Duitsers beter gingen vechten en beter begonnen te begrijpen hoe je precies een moderne oorlog moet voeren, althans in het tijdsgevricht van toen. Dus ja, Hitler heeft in feite een vredesaanbod gedaan aan de Engelsen. Op een nogal arrogante toon, dat moet erbij gezegd worden. Dus, en de Engelsen hebben dat vredesaanbod afgewezen. Maar de vraag was natuurlijk in Engeland toch, ja, wat nu? Om de eenvoudige reden dat Amerika natuurlijk nog lang niet aan de oorlog deelnam. Lag aan de andere kant van de oceaan. Dat de Russen natuurlijk ook nog niet aan de oorlog deelnamen. Dat zou nog een ruim jaar op zich laten wachten. Voordat de Duitsers zo stom waren om de Sovjet-Unie aan te vallen. Dat was in 1941. Engeland stond er in zijn eentje voor. Dus er waren ook wel mensen in Engeland die zeiden, ja, wat heeft het nou voor zin dat wij doorvechten tegen die Duitsers? Want de kans dat wij terug kunnen komen op het continent is 0,0. Bovendien kunnen die Duitsers ons in allerlei opzichten natuurlijk pijn doen. Met name door bombardementen en andere vervelende acties. Zou het niet verstandig zijn? Want dan kunnen we ook in ieder geval het empire kunnen we redden van de ondergang. Als wij toch met de Duitsers een deal sluiten. Zou dat niet toch niet rationeel gezien verreweg de beste oplossing zijn? En daar is ook over gepraat in het Engelse kabinet. Ook Churchill heeft zich in die discussies gemengd. Maar uiteindelijk is daar uitgekomen, wij doen dat niet. Wij capituleren niet. En nou ja, dat komt die beroemde toespraak van Churchill. Die komt, we'll fight on the beach enzovoort. Want op het moment natuurlijk dat ze besloten hadden om niet een deal met de Duitsers te sluiten, was het natuurlijk voor de Duitsers, dachten, nou oké, dan gaan we een invasie plannen. En daar was ook een naam voor, dat die invasie zou Zeeleeuwen gaan heten. Daarvan kan je bij voorbaat al zeggen, hadden de Duitsers ervaring met omvangrijke amfibische operaties? Nou nee. Je moet natuurlijk was de Engelse vloot, toch de op één na belangrijkste, sterkste vloot ter wereld. Was die er nog? Ja, die was nog compleet aanwezig. Was de Duitse vloot erg interessant en had die dezelfde slagkracht? Zeker niet. Ze hebben wel eens een succesje geboekt tegen de Engelsen, maar in principe waren de Engelsen toch veel en veel sterker ter zee. Dus dat zou bij een eventuele amfibische operatie ook een rol hebben gespeeld. En tenslotte, en daarmee raken we dan aan de Battle of Britain. Als de Duitsers dat al zouden willen doen, dan zou dat natuurlijk ergens in het zuidoosten van het eiland, zou die amfibische operatie moeten worden uitgevoerd. En dat zou sowieso niet kunnen als de Duitsers niet tevoren de superioriteit in de lucht zouden hebben veroverd op de Engelsen. En daar gaat de Battle of Britain over. Zijn de Duitsers in staat om de Engelsen in de lucht te verslaan op een zodanige manier dat als die amfibische operatie ooit zou worden uitgevoerd, nogmaals, dat was altijd toch een beetje mistig, dat dan de Duitsers ook de meesters in de lucht zouden zijn. Het was duidelijk al in de Tweede Wereldoorlog serieus aanvallend vechten zonder luchtsteun. Dat kon je wel vergeten. Denk aan het enorme succes van de Stuka's bij die aanvallen van die Duitse panzerdivisies. Hè. Want dat wordt natuurlijk vaak vergeten. Je denkt aan die Duitse tanks en die Duitse panzerdivisies. Maar het hele geheim van die effectiviteit van de panzerdivisies, zeker in het begin, was natuurlijk dat het een combi was van gevechtskracht. Het waren tanks die met enorme snelheid en effectief opereerden. Het waren duikbommenwerpers, dat waren de Stukas. En er was ook panzerinfanterie. Als je even kijkt naar de gekluns van die Russen bij het begin van de invasie van de Oekraïne, zie je eigenlijk dat ze geen luchtsteun hebben. En dat er ook zo te zien geen panzerinfanterie is die je natuurlijk ook nodig hebt. Want dan kun je ook degene die je bedreigen met al die fijne moderne antitankraketten, daar zou je ook iets aan kunnen doen.
Dus ja, die vraag je was af, hebben ze de geschiedenis wel goed bestudeerd? Niet zo misschien. Ja, dus dat is de Battle of Britain. Dat vervolgens natuurlijk de Duitsers gaan proberen om de Engelsen in de lucht te verslaan. En dat speelt zich af in de maanden, zeg maar, van juni, juli tot en met globaal ergens in september. Er zitten een paar cruciale data in, die zullen nog ter sprake komen. Dan moeten we eerst natuurlijk even kijken hoe was de uitrusting van de beide partijen. En dan moet ik zeggen, in Engeland was zeker ten aanzien van dat leger niet zo verschrikkelijk veel in orde. Maar met de luchtmacht en zeker met de jagers van de Engelse luchtmacht, Fighter Command geheten, was niets mis. Zij beschikten over twee zeer moderne en zeer effectieve jagers, namelijk de Hurricane en de Spitfire. Gek genoeg is de Spitfire een mythisch, komt een mevrouw voorbij en zegt, er is nooit iemand thuis. Dat is wel een hele droeve, dat is te gek van die flarden van gesprekken die je soms opvangt, ja, in het openbaar vervoer op straat, dat je denkt, daar komt niemand thuis. Dat klinkt ook wel bijzonder sombertjes. Maar goed, ze waren geloof ik toch niet somber. Waar waren we gebleven? De Hurricane en de Spitfire. De Spitfire is een mythisch toestel geworden. Eigenlijk symbool ook van die luchtslag daar boven Zuidoost-Engeland. Het gekke was, er waren veel meer Hurricanes dan Spitfires. Het was een verhouding van 65%, 35%. De Hurricane was wel wat trager dan de Spitfire, maar was in allerlei opzichten, zoals dat heet, sturdier. Dus dat is steviger, sterker, meer in staat om eventueel vijandig vuur, om niet meteen neer te storten, zou ik maar zeggen. De Spitfire was sneller, maar wel wat kwetsbaarder. En ze hadden er vrij ruime hoeveelheden van. En dat niet alleen. Gedurende de hele periode die we nu gaan beschrijven, produceerde de Engelse vliegtuigindustrie aanzienlijk meer Hurricanes en Spitfires dan de Duitsers jagers produceerden. Er staat tegenover dat de Duitsers beschikten over de beste jager van dat moment in de wereld, de Messerschmitt 109. Een geweldig, buitengewoon toestel. Snel, goed gepantserd, hele effectieve kanons, effectiever dan de twee Engelse toestellen. En bovendien een toestel wat op grote hoogte heel efficiënt kon opereren, omdat het een, turbo, hè? Het had een dubbel turbo systeem, dus het kon ook daar waar de zuurstof wat schaarser begon te worden, kon die Messerschmitt ook voortreffelijk opereren. De Messerschmitt had ook één groot bezwaar, en dat was eigenlijk dat hij een hele beperkte actieradius had. Dus hij kon alleen over die zuidoostpunt van Engeland kon die effectief opereren. De Engelsen hadden natuurlijk ook het voordeel dat hun toestellen opstegen van allerlei vliegbasis in Engeland. En de Duitsers hadden wel het probleem dat als ze die toestellen natuurlijk vaak aangeschoten waren, beschadigd geraakt. En het was heel lastig om behoorlijke herstelfaciliteiten te bouwen tegenover, zeg maar, aan de andere kant van het kanaal, aan de Franse kant. Dus heel vaak moesten die Duitse toestellen terug naar Duitsland om gerepareerd te worden. Wat natuurlijk bij de Engelsen niet zo noodzakelijk was. Wat betreft de piloten maakten het ook niet veel uit. De Duitsers en de Engelsen hadden ongeveer evenveel goed getrainde piloten. Ook een redelijke reserve waar ze aanspraak op zouden kunnen doen. Want er sneuvelden natuurlijk nogal wat piloten. Daar hadden de Engelsen natuurlijk een aanzienlijk voordeel en de Duitsers een aanzienlijk nadeel. Een Messerschmitt die neergeschoten werd boven Engeland. Daarvan was de piloot, een goed getrainde piloot, want het waren lui die hun vak verstonden, heel anders dan aan het eind van de oorlog. Die raakte in Engelse gevangenschap, beslotverrekening. En ze zei niet zo, ga maar weer terug. En als je dat even optelt, dat zijn bijna 1000 Duitse piloten neergekomen in Engeland, die nog leefden. Maar ja, die werden opgesloten in de krijgsgevangenenkamp vanzelfsprekend. Plus nog, ik geloof, iets van tegen de 600 Duitse piloten die om het leven waren gekomen. Dus je moet rekenen dat de Duitsers toch zo'n 1600 piloten hebben verloren gedurende de Battle of Britain. Overigens
gingen er relatief gezien, sneuvelden er minder Engelse, Duitse piloten dan Engelse piloten. De Duitsers vochten ook vaak wat efficiënter met die jagers dan de Engelsen. Maar als we het allemaal generaliseren en we kijken naar de getallen, moeten we zeggen, in feite maakt het niet zo verschrikkelijk veel uit. Waren ze ongeveer aan elkaar gewaagd. Vooruitlopend op de gebeurtenis kunnen we zeggen, de hele Battle of Britain was in feite een remise. Een wat mondelijke remise ook, omdat natuurlijk op één punt de Engelsen superieur waren. Die bouwden in dezezelfde periode 2 maal zoveel nieuwe toestellen als de Duitsers. We lopen daar tegen dat wonderlijke probleem aan dat Duitsland, laten we zeggen, militair productietechnisch gezien helemaal niet perfect was voorbereid op het conflict wat nu was uitgebroken. En wat zij natuurlijk min of meer zelf hadden veroorzaakt, laat men zo zeggen. Dat had beter georganiseerd kunnen worden. Pas naarmate de oorlog vordert, wordt die Duitse productietechniek wel wat efficiënter. En dat was nog een tweede punt. Dat de Engelse inlichtingen, dienst was een stuk efficiënter dan de Duitsers. Het was eigenlijk zo dat de Engelsen redelijk goed geïnformeerd waren over de andere kant. Met die verstande dat ze de Duitse kracht, de Duitse aantallen altijd overschat hebben. En de Duitsers hebben de Engelsen altijd onderschat. Dat was een beetje een wonderlijk aspect van deze zaak. Op een goed moment denken de Duitsers ook, nou, het is wel klaar met fighter command, terwijl dat helemaal niet waar was. Ik neem even een slokje uit een wonderlijk flesje waar ik op moet drukken om er toch water uit te krijgen, maar ja, het is niet anders. Zo gaat die slag gaat beginnen. En daar blijkt eigenlijk dat ze ongeveer aan elkaar gewaagd zijn. En dan, dat komt ook, dat moet ik eigenlijk ook nog bijstellen, dat natuurlijk het hele systeem van de Engelsen om die Duitsers op te vangen, dat was goed georganiseerd. De Engelsen hadden een reeks van radarstations gebouwd. De radar was uitgevonden in 1935, daar hadden ze vrij omvangrijk gebruik van gemaakt. Nou, vrijwel alle belligerenten hebben daar gebruik van gemaakt. Toch onderschatten de Duitsers de effectiviteit van die Engelse radarstations. Afgezien van de radarstations hadden ze ook nog 30.000 waarnemers. Op 10.000 of zoiets, 3.000, maar op duizenden verschillende punten. Die zaten daar gewoon op een stoeltje met verrekijkers. En radar was geloof ik niet erg effectief onder de 1000 meter of zo. Die zaten dus te kijken of er iets aankwam en die konden dan meteen bellen, want dat was het sterke punt van de Engelsen. Dit hele systeem aan Engelse kant was centraal georganiseerd en verwerkte ook zijn informatie centraal. Anders dan de Luftwaffe, die veel minder centraal georganiseerd was tijdens deze, deze luchtslag, laten we het maar zo noemen, dan de Engelsen. Dus de Engelsen hadden het relatief goed voor elkaar. Verrassend goed voor elkaar. Bovendien Dowding, die de leider had van Fighter Command, was iemand die zijn vak verstond. Die overigens merkwaardig genoeg al in november van dat jaar met pensioen gestuurd werd. Wat achteraf misschien een beetje een rare indruk maakte, maar ja, dat was toen, leek dat helemaal niet zo dramatisch. Dus ja, ze gaan met elkaar in de slag. En daarbij zijn de resultaten ook weer ongeveer gelijkwaardig. Ze hebben even grote verliezen en even grote successen in allerlei opzichten. Tot de Duitsers besluiten, dat is ergens begin augustus, of die zet zich realiseren, we moeten het hele systeem aanpakken. We kunnen wel die Engelse jagers, die kunnen we wel neerschieten. Maar we moeten het hele systeem van Fighter Command moeten we aanpakken. Moeten ook de lucht, ook de vliegvelden moeten we bombarderen. We moeten in feite die radarstations aanpakken. Gek genoeg hebben ze die radarstations wel een enkele maal gebombardeerd. Maar daar hebben ze eigenlijk niet doorgepakt. Ze hebben dat bombarderen van die vliegvelden was vrij effectief. Alle Engelse vliegvelden kregen een bulldozer en een dreklijn om de eventuele schade te herstellen. Men ging ook veel meer werk maken van de veiligheid van die vliegveld. Want dat is nog wel een vrij amusant verhaal.
dat soms zagen die Duitse toestellen geen andere mogelijkheid dan even te landen op een Engels vliegveld. Vaak stegen ze dan weer op zonder dat er iets gebeurd was. Wat aangeeft dat ze op die vliegvelden niet erg alert waren wanneer er zo'n Messerschmitt naar beneden kwam. Even blijkbaar polshoogte nam en dan weer opsteeg. Trouwens, in het Engelse luchtvaartmuseum in Duxford, daar hebben ze een hele leuke opstelling waarbij een neergestorte Messerschmitt 109 met zo'n pop daarnaast, een Engelse wachtfiguur. En dat is wel leuk, om te, als je daar toch in de buurt bent, moet je daar vooral even naar gaan kijken. Het meest amusante verhaal van allemaal vond ik het feit dat de Duitsers die hadden een piloot, dat was eigenlijk een hoogleraar geschiedenis aan de Universiteit van Berlijn. En die wilde graag weten hoe dat nou ging, hè, om later daar iets historisch over te schrijven. Hoe ging het nou als je in zo'n toestel zat en vocht met de vijand? Dus die heeft zich laten opleiden tot piloot en hij heeft ook 24 maal deelgenomen aan acties. Maar dan ben ik vergeten of hij daarbij het leven heeft gelaten of dat hij ermee gestopt is. Maar ik vond wel sterk dat dit is wel een vorm van participerend observeren door historici die wel buitengewoon opmerkelijk is toch. Kijk, daar is hij weer, dus voor de tweede keer had je hem nu geregistreerd, handhaving. Ik zal even voor de zekerheid kijken. Wat dat got it. Ja, hij staat aan. Ja? Ja. Is handig. Kijk, je kunt gewoon... enjoy your app. Yes. Vraagt of die app leuk. Kijk, hij staat gewoon via dat ding aan. Oh, goed zo. Dus dat is goed. Dat is handig. Maar toch typisch dat ding hier dus altijd, als je hier dus zit en even waarneemt, dan rijdt dat ding dus zeker twee keer per middag door de straat. En misschien luisteren ze wel. Dat zou ook nog een mogelijkheid zijn. Ja, ze kunnen pas luisteren als die dingen uitgezonden wordt, toch? Ja, maar dan denken ze, laten we maar een paar keer door die Frans Halstraat rijden. Oh. Dan vallen wij ook een beetje op. Het is nu wel erg rustig in de straat, moet ik zeggen. Moet je kijken hoe weinig auto's er staan. Ja, dat komt door de onbeschrijfelijke hitte natuurlijk. Mensen schuilen allemaal op de koelste plekken in hun huis. Meestal bij deze oude huizen is dat de onderste verdieping natuurlijk. Of mensen zijn weg. Vakantie is dan vakantie of nee, niet? Nee, dat nog niet, maar naar het strand of zo of naar Pinkpop. Ja. Pinkpop, ja, dat zag ik nog wel, daar zag ik beelden van. God, wat had ik daar meelij mee met die mensen, zeg. Dat je toch naar, nou, dat is toch ergens in Limburg of zo. Ja, in Landgraaf is dat. Landgraaf. Dat je daar om met deze hitte en dan dat geschreeuw en dat lawaai en al die mensen en dan die viezigheid en die onbeschrijfelijke zooi bij de... Oh, jongen, wat een uitwas van de cultuur zijn toch die festivals. Dat is plas toch in een dixie. En die dixie is dan heel vies, want daar liggen dan allemaal vieze... Ach, er staat in het park staat ook zo'n dixie. En ook als het even een beetje warm is en er zitten veel mensen in het park, dan veroorzaakt dat is een soort stinkbom. Jongen. Ja, je zou specifieke plaatsen kunnen bombarderen met dixies. Ja. Hè? Met die afschuwelijke urinestank die daar... Want hij loopt ook wel eens over in het... Ach, dat is verschrikkelijk. Maar die beelden van het landgraaf, dan denk ik altijd... Wat is het toch zalig dat ik een bejaarde ben. Dat dit helemaal buiten mijn wensenpakket valt. Dat ik naar geen enkel festival toe wil. Echt nog niet het kleinste festivalletje wil ik heen. Het is allemaal even verschrikkelijk. Ik gun het de mensen graag. Laat ik dat er even bij zeggen. Maar god, wat ben ik blij dat ik er niet heen hoef. Had je gezien wat de nieuwe activiteit hier in het park is? Ik weet niet of het Wilhelminapark is, maar dat is schaken. Ik zal even kijken. Ik heb het hier volgens mij... Nee, dat is volkomen nieuw voor mij, schaken. Ja, ik wist het ook. Ik ben er gisteren nog in het park geweest. Dus. Ik moet even kijken waar dat nou stond. Ik had dat hier in het blaadje had ik het gezien. Dan moet ik het even meenemen. Dan kunnen we even naar kijken wat dat nou precies is. Het was in ieder geval een activiteit. Jong en oud kwam samen in het park om daar heerlijk te gaan schaken. En daar maar dat gun ik ze ook graag een heel nuttige en rustige tijdpassering. Al moet ik erbij zeggen, ik kan helemaal niet schaken. Nee, het is wel een lastig spel. Beste vriend op school die hoopte dat ik het ook zou leren. Want dan zouden we samen natuurlijk kunnen schaken. Maar dat was al heel snel, bleek het een hopeloze zaak om mij te leren schaken. Ja. Mijn hersens zijn te,
hoe zal ik dat nu eens zeggen, te weinig in staat om zich op zoiets te concentreren. Ik ga altijd aan andere dingen zitten denken. Kun je wel dammen dan? Nee, ik kan ook niet dammen. Even kijken, kijken. Nee. Hier, dit is het plaatje. Schaken en elkaar ontmoeten in het Maxima Park in Utrecht. Dat blijkt een succesformule. Maxima Park, ja. Dat is een park wat aan de andere kant van het kanaal ligt. Ja. Ja. Dat is de bekende chauvinistische bewoner van Utrecht-Oost. Die denkt van fijn, ik gun het ze graag in het Maxima Park. Als het maar niet hier bij ons in het park gaat gebeuren. Elke week staat er een schakenactiviteit op het plan. Heel goed. En ook maar workshops. Wij moeten even terug naar augustus 1940. Ja, het is nog steeds eigenlijk een soort van padstelling. En dan op een goed moment zijn de Duitsers ervan overtuigd geraakt in de loop van augustus. En dat is dan begin september. Dat Fighter Command eigenlijk aan het eind van zijn Latijn is. Dat ze nog maar 100 toestellen of zo over hebben. En dat het zaak is dat de Duitsers een andere strategie kiezen. En dan switchen ze eigenlijk van een directe confrontatie met Fighter Command naar het bombarderen van stedelijke doelen. En dat is eigenlijk, dat is in allerlei opzichten slecht bekomen. Bombarderen, zeker aan het begin van de Tweede Wereldoorlog, nou, laat maar zeggen, zelfs de hele eerste helft van de Tweede Wereldoorlog, bleek namelijk een uiterst lastig klusje. Het laten vallen van een bom, bijvoorbeeld op een fabriek vanaf, zeg eens wat, 4.000-5.000 meter hoogte, bleek simpelweg iets te zijn wat ze helemaal niet konden. Bovendien, die Duitse bommenwerpers, die waren relatief traag. Die waren feitelijk verouderd, relatief klein en ontzettend kwetsbaar. Dus als ze naar deze tactiek overschakelen, zeker aanvankelijk bij daglicht. Hè, want dat is natuurlijk een punt wat ik ook nog moet vermelden. Zodra het slecht weer was, werkte er van al deze dingen vrijwel niets. Stond het min of meer stil. Hè, zodat het zicht was nul, het was mistig. Stortregen, dat waren allemaal condities waaronder eigenlijk die luchtmachten niet erg effectief konden functioneren. Dus ja, de Duitsers leiden bij dagbombardementen, ondanks de bescherming door jagers, enorme verliezen. Zo groot dat het al heel snel duidelijk is, ze kunnen daar niet bij dag mee door. En dan gaan ze vervolgens natuurlijk, gaan ze 's nachts bombarderen. Ik kan je verzekeren, het is enorm lastig om bij nacht op een effectieve wijze met afweergeschut een vliegtuig uit de lucht te schieten. Nou ja, je kent die beelden wel van die zoeklichten en die tasten dan die vliegtuigen. Gingen natuurlijk wel vliegtuigen verloren, maar het was toch een veel minder groot risico dan dagbombardement. Maar feitelijk kun je zeggen, bombarderen was een beetje een rare hapsnap activiteit waarbij grote verliezen werden geleden zonder dat eigenlijk op de grond intolerabele hoeveelheden schade werden aangericht. Het waren die gruwelijke bombardementen waarbij hele stadscentra werden afgefakkeld. Dat is in een latere fase van de oorlog. Maar goed, dus begin september kiezen de Duitsers voor een andere strategie, namelijk de stedelijke agglomeraties te bombarderen. Hoewel Hitler een tegenstander was van terreurbombardementen, dus om alleen maar niet waar mensen schrik aan te jagen, zoveel mogelijk personen te doden, daar zag hij aanvankelijk niks in. Maar door de gebrek aan effectiviteit van die bommenwerpers, van die Duitse bommenwerpers, het feit dat ze gedwongen waren om 's nachts te gaan bombarderen, maakte eigenlijk dat je niet kon zeggen van ze bombarderen heel scherp precies datgene wat ze moeten bombarderen. Nee, die bombardementen kwamen in feite vrijwel overal terecht. En ja, bij die blitz, zoals dat heet, zoals dat is gaan heet, de blitz, zijn natuurlijk grote aantallen Engelsen om het leven gekomen. Al lang niet zoveel als later in de Tweede Wereldoorlog mensen om het leven zijn gekomen. Wat natuurlijk de Duitsers ondertussen wel begrepen was dat het idee dat zij de superioriteit in de lucht zouden kunnen bevechten op Fighter Command, dat idee losgelaten moest worden. En dan in de loop van september, ergens geloof ik rond de 20 september, wordt eigenlijk niet gezegd dat Zeeleuwen helemaal niet door zou gaan. Het wordt kalt gesteld. Er wordt besloten, dat gaat voorlopig helemaal niet gebeuren. Het zou kunnen gebeuren in volgend voorjaar, maar daar is het allemaal niet van gekomen. Dus hoe moeten we nou, in feite, dit is, de Battle of Britain is dan, die toen helemaal niet zo heette, is dan eigenlijk
gevochten. Zij dat de bombarderen en luchtgevechten op zichzelf gewoon doorgang vonden. Maar hoe kun je het afrondend bespreken door te stellen, het was een remise. Het was altijd al, bij voorbaat waren de kaarten zo geschud dat een remise de meest waarschijnlijke uitslag was. En het is ook een remise geworden. Maar wat is de betekenis van een remise? Wat is de betekenis van het feit dat de Duitsers er niet in geslaagd waren om de luchtsuperioriteit boven Engeland te bevechten? Dat betekende in feite dat Engeland toch een overwinning had behaald. Want daar draaide het allemaal om die luchtsuperioriteit. En daar waren de Duitsers niet in geslaagd. En dat betekende dat Engeland weliswaar niet onkwetsbaar was. Je kon het bombarderen, je kon er van alles mee doen. Maar het zou niet door de Duitsers bezet worden. En dat had natuurlijk, als je even wat verder kijkt, niet waar, we verlengen ons historisch perspectief. En dan weten we dus dat Amerika tenslotte ook weer in die Tweede Wereldoorlog betrokken raakt. Namelijk vanaf natuurlijk december van het jaar 41. Dat duurde vanaf dit moment natuurlijk nog bijna anderhalf jaar, maar toch. Want wat is Engeland, niet waar, in een oorlog op het Europese continent, waarbij Amerika betrokken raakt, dan is Engeland onvermijdelijkerwijs het grootste vliegdekschip ter wereld. Ja, want daar ligt het. De Amerikanen hebben natuurlijk al die militaire rommel overgebracht naar Engeland. Zonder dat Engeland, stel voor dat Engeland bezet zou zijn geweest, dan is die idee al niet meer denkbaar. Je kunt niet vanuit de oostkust van Amerika een amfibische operatie opzetten à la D-Day, dat is uitgesloten. Dus je kunt toch concluderen dat ondanks het feit dat het een padstelling was, dat het een remise was, dat dit toch in allerlei opzichten eigenlijk een van de eerste significante overwinningen was aan geallieerde kant. Hoewel het geen overwinning was, omdat niemand heeft de Battle of Britain daadwerkelijk verloren. Maar het primaire doel van de Duitsers is niet gerealiseerd. Engeland bleef vrij. En dat zou tenslotte de Duitsers de das omdoen. Althans, in West-Europa. Ja, interessant verhaal. Ja, vooral die vliegtuigen, dat is natuurlijk leuk. Hè? Ja. Dat beide partijen eigenlijk over voortreffelijke vliegtuigen beschikten. Maar jij zou toch, als je zo zo'n los vraagje stelt, wie denk je dat er meer vliegtuigen hebben geproduceerd in de lente, zomer en herfst van 40, de Duitsers of de Engelsen? Dan zou je toch denken, de Duitsers? Nee. De Engelsen bouwden twee keer zoveel vliegtuigen als de Duitsers. Toch een opmerkelijke zaak. Wordt dit verhaal in de historische kring ook breed gedeeld? Of ja. Is er nog discussie over? Nou, je hebt wel discussie. Er is ooit een discussie gehouden over die vraag waarmee ik begonnen ben van, hadden ze niet beter vrede kunnen sluiten. Ja. Dus er waren wel een paar jonge Turken in onder de Engelse historie. Ja, dat is allemaal hartstikke leuk. Die toespraken van Churchill, maar wat hebben we er eigenlijk aan gehad? Was het niet verstandiger geweest om toch vrede te sluiten? Want dan hadden we minder glazen gehad. Ja. Maar ik geloof niet dat uiteindelijk serieus genomen is. Nee. Okay. Dat is ook een beetje, laten we er eens over discussiëren. Hoe zit het eigenlijk? Hè? Die onbeschrijfelijke zooi bij de... Oh, jongen. Maarten van Rossum over Hitler. Er zijn maar heel weinig mensen die zo oud worden. En Hitler is helemaal niet erg oud geworden. Want Hitler is natuurlijk uiteindelijk maar 56 geworden. Hij zelf was er ook van overtuigd dat hij niet oud zou worden. En we kunnen niet anders zeggen dan op dit punt bleek hij het gelijk volledig aan zijn kant te hebben. Een nieuw luisterboek, nu via de link in de beschrijving bij deze podcast.